Welkom toppers, een nieuwe aflevering van Lissum en Van Leon Toe. Let's begin met camera's in de hand, klaar voor de start. We laten plekken ontdekken, dat is onze hart. Voel de spanning, het avontuur wacht. Met Van Lissum en Van Leon Toe. Let's begin met camera's in de hand. Klaar voor de start. Verlaten plekken ontdekken, dat is ons hart. Yo, yo, yo. We hebben een verlaten villa, villa. Villa Versace. Ik ga niet te veel vertellen over de gebeurtenis van dit huis, want het is heel makkelijk te vinden. Je gaat het wel zien, hè? Ja, hij is heel erg gespannen. Heb ik normaal nooit. Blijf kijken, het is echt zeker de moeite waard. Oké, we gaan maar laaien. Is een massagetafel denk ik. Nee, voor de onze is. Kijk eens met. Wauw. Dit is echt uniek. Hier hebben we nog. Een sauna. Ik was toch even buiten. Het is bizar, hè? Wow. Kijk eens, mooi. Ja, maar ook tv. Kijk eens, mooi, man. Ook die gordijnen. Ik ga terug naar buiten. Hier is de cv-ruimte. Ik ben daar gewoon nog een beetje gespannen van. Hier is hij nog, waar ik hier maar zit. Even kijken, wat is dit? Een badkamertje. Bizar is dit. Zo. Met je pin. Ik ga terug naar buiten. Michael is daar. Kijk. Mooi hier in de living. Kijk eens mooi. Nog een tv. Kijken.
lig je daar, ja. Nutella. Hé, hey, geen koekkast. Die pakken we dadelijk wel. Hier. Gek dit. Hier nog eentje. Ik voel het van middel. Koekkast, trek de koekkast eens open voor me. Die was leeg, hè? Ja, jammer. Nog een flesje wijn. En whisky. Gemiddeld, pinotdorst. Flesje whisky. Jack Daniels. Koffieapparaat. Ken die wel, hè? Jack Daniels. Niet pielen, koop mielen. Zie. Ik zeg het altijd, hè? Niet pielen, koop mielen. Ah, dit is een potkool. Ook hier weer een tv. Gek man. Fuck. Wauw. Kijk hoe mooi. Ik denk wel oppassen met die lamp. De voorkant. Kijk eens hoe mooi. Kan de lamp een beetje laag. Kijk eens hoe mooi, mensen. Inzicht van de woonkamer. Kijk eens. Kijk, Van Wil gaat er eens bij zitten. Hoe zit hij? Welkom in mijn kleine stulpje. Kleine stulpje? Kleine stulpje. Als wij hier gaan wonen, kunnen we hier een stoppetje spelen, denk ik. Alleen jammer dat de tv daar weg. Ja. Maar die tv vind ik zomaar klein, hè? Ja. Ik blijf niet meer. Dit is wel bizar. Maar goed, laten we verder kijken. Kijk, dit is dan de tv. Daar, daar. Dan zitten ze mee in verrekijker tv te kijken. Ja, ik vind hem ook een beetje klein. Dat moet nou genoeg. Kijk hoe mooi. Dit is bizar. Oké, ik ga even pauze. Om de volgende ruimte. Gek. Inmiddels ondertussen bezig
voor de TikTok. Kijk ook hier die vloer. Uniek. Hebben we hier beneden alles al gehad? Ik denk het wel. Kijk eens. Platte camera, kijk die trap, jongen. Platte camera gewoon open. Zo. Kijk eens hoe mooi. Kijk die lamp. Kijk die lamp, jongens. Wauw. Dat is niet normaal, dat ding moet de godsvermogen weet je, denk ik. Oké. Wat? Ik wil nooit dat ik hier een badkamer. Zo. Oppassen. Kijk eens hoe mooi. Dat gaat heel proberen. Is dat een kamer? Ik zou hier gewoon verdwalen, jongens. Ik kan hier stoppen spelen. Oei, hier is de master bathroom. Wacht, wacht op voor mij. Hij loopt hier gewoon nog. Wauw. Dit is toch echt bizar. Dit is mooi, mensen. Lamp een beetje timmer. Kijk eens hier. Oh, mooi. Kijk eens hier. Dat bed. Die spiegel zo. Naar het plafond. Oh, ik ben hier jaloers op. Kijk eens hoe mooi mensen. Ongelooflijk. Net of dat de mensen met vakantie zijn. Zelfs de geurstokjes staan er nog. Afstandsbedieningen. Dit is echt gek. Bizar. Mooi, mooi, mooi. Nou ja, inmiddels komen hier de backsbussen ook al. Ga je even vanmiddag. Wat een huisje, wat een huisje. Kijk hier. Dit is echt gek, mensen. Dit is hier gewoon een hele douche. Dit is net zo groot als mijn badkamer thuis. Hier kun je meer dan familie douchen. Gek man. Hoe bijzonder is dit? Elke boven. Douchekop, waarschijnlijk met ledverlichting.
deurbad uit. Die gaat maar hier wel inlopen. Waar ben je dan? Kijk hier. Oei. Dat is waarschijnlijk kinderkamer. Het ruikt hier echt gewoon nog heel fris, hè? Maar als je de verhalen weet van deze locatie, dan snap je wel hoe het verlaten is. Komt trouwens net die bekende tegen, die zei hier zojuist tegen ons dat het schijnbaar morgen in de verkoop gaat. Maar hier ruikt het al een beetje muffig. Kijk eens, dan had je... Mijn dochter zal hier jaloers op zijn, hè? Op zo'n bed. Wauw. Mooi, man. Even kijken, vanmiddag had ik nog een mooie ruimte, zeg die. Even kijken, waar loopt die? Oh, daar. Het is echt... Het is net of ik in een vakantiewoning rondloop. Kijk eens hier, jongens. We beginnen gewoon hier. Gewoon naar je bar. Dit is echt gek. Chillruimte. Hier nog een mooie lamp. Ook weer die mooie plafonds. Oh, wat zou maar zeggen. Gek, man. Dit is echt bijzonder. Ook hier hangen we een tv. TV nummer 3 of zo. Ja. Nee, goed, hij heeft wel gewonnen. Hij staat, correctie. Waarschijnlijk wel eens dat hij... En dan vragen sommige mensen nog om locaties. Ik geef je die locatie, dat is een mooie. Ja, tuurlijk. Zeker een mooie locatie, dat moet er maar blijven. Dat is ook de reden dat wij maar beperkt met mensen locaties ruilen. Ja, even dat deze video online is, is het dan geen Urbex meer? Nee, waarschijnlijk niet. Maar goed, dan zijn wij er wel mee weg. En de rest van de Urbex wereld. Hoe kan je verder omhoog? Ja. Waar kom je dan uit? Ik heb even, hier staat een kluis. Huh? Ja, die zul je wel meer hebben. Summer Festival. Dit is gek, jongens. Dit is die ruimte waar die vlak in, denk ik. Oh ja, tuurlijk. Wat is er met dat andere huis? Ja, ik laat gewoon de camera lopen. Ik neem jullie gewoon mee. Zo, wat ruikt die fris, man. Holy shit. Ah ja, dit is die ruimte met die vlak. Kijk dit dan. Dit is echt mooi, man. Goed, doe maar door, man. Wow. Dit was denk ik gebedsruimte of zo. Ja. Dat daar de Big Chief zat. Mm-hmm. Je weet wat hier besproken is in deze ruimte. Dan zet je dan hier. Dat hier de Big Chief. Dan zet je hier met z'n allen. Kijk. Ja, baas. Is goed, baas. Wat zat hij hier? Dit is echt bizar, mensen. Zal ik eens in die stoel gaan zitten? Camera daar. Zo. Druk zo hard op de achtergrond. Zet je dan. Ik wil toeteren. Ik wil toeteren. Ik wil toeteren. Ik wil toeteren.
Piet Tux, wacht voor me. Ik wil toeteren. Oh, joh, joh, joh. Dit is echt bizar. Ik voel me net koning Alabart. Gek, echt gek dit. Ja, wat loopt daar nou door? En dan zat je hier, hè, te luisteren. Ik zat net in de stoel van de chief. Van de leader. Luisteren jullie. Lars, het is hier wel. We hebben klaar. Dit is bizar, hier nog een verborgen. Nou, dat was een cv, denk ik. Ik zie daar een badkamer. Ik ben gewoon. Ik was een lamp laag houden, want. Zo, die vloer loopt wel een beetje ongeluk. Zo. Kijk hier. Wauw. Het is een beetje laag hier. Ja, hier. Oh joh. Waar, twee verblijfsruimte. Kijk, de soldaten of zo. Dit is wel gek. Maar die hebben ze eigenlijk lang niet gewassen. Kijk, de kussen is helemaal zwart. Kijk dit. Die stoel is wel. Shotje vanuit de buitenkant. Kijk hoe mooi. Dit is echt in het terras. Dit is bizar. Hé, hey, maar we hebben nog geen kelder gevonden. Dit is allemaal vijver. Een stukje buitenkant. We kunnen over en open. Laat het zwembad.